Jobelenhard! Jobelion! Jozef, als je in beeld had zijn, moet je wel meenemen. Nee, met, ik dacht van juist misschien dat ik het zo dat ik zo heel veel dat was Jozef! Nee. Oh, opnieuw. Daar is Jozef! Oh, oké. Okay. We doen nog niets, we doen het opnieuw. Oké, okay, is goed. Yo, ik ben Jozef! Oh, Jozef. Wat hem? Wel een van de beste fit hosts bij Fit for Free. Dat moeten we wel zeggen. Ja, dat is gewoon heel goed, jongen. Ja, ja, ik train hamstrings wel, maar het is voor mij echt een beetje een bijzaak. En ik, op het moment dat ik het zeg, schaam ik me daar eigenlijk al voor. Omdat eigenlijk geen enkele spiegel natuurlijk een bijzaak moet zijn. Ja. Dus vandaar dat ik dacht, laat ik de coach even inschakelen met de vraag, wat zijn nou de beste oefeningen voor hamstrings? Ja, want, wat doet de coach? Hamstring? Coachen. Ja, een hamstring trainen. Coach doet wel hamstring trainen. Ja, ik train het ook wel, maar niet super dedicated. Ik denk van, oh, ik moet echt even een hamstring dag doen. Dus, beste oefening voor hamstring. We beginnen deze video even met een illustratie van de squat. Want als je aan benen denkt, dan denk je waarschijnlijk aan squatten. Als je dat niet doet, mag je lekker wegklikken, dan heb je hier niks te zoeken. Nou ja, het is ook een beetje zo, hè? Dus benen zie je altijd de voorkant, je ziet jezelf altijd van de voorkant, dus je wil dat zo groot mogelijk hebben, want dat zie je zelf. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je alleen chest traint en niet je rug. Ja, een beetje dat idee. Ja, dat zie je heel vaak gebeuren, moet je ook niet doen. Nee, dus hamstring is super belangrijk. Wat is de belangrijkste functie van de hamstring? Knieën extension, dus knieën buigen. Alleen dan, dat doet je quad natuurlijk ook, maar aan de andere kant je hamstring. Ja. En heupbeweging. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is heel, heel belangrijk, ja. Als je een beetje wil dansen, dan nou, ja, is het überhaupt belangrijk. Dansen, ja. Überhaupt belangrijk. Ja. Als je een keer van die bureaustoel af wil komen, heb je dus wel hamstrings nodig. Ja, dat is op zich wel. Ja, en als je wil sprinten of wat dan ook. Ja, goed. We gaan er niet lang omheen draaien. De squat heb je, gebruik je wel hamstrings. Laten we dat even opstellen. Ja, zeker. Ja, vooral onderin. Glute hamstring. Ja, daarom zie je dat wij nu paused squats doen. Ja. Met idee om ook hamstrings wat meer te activeren, of niet? Ja, je kan zeg maar in een paused squat meer bepalen hoe je zeg maar weer in je beweging omhoog uit de hol, zoals ze het noemen. Hoe je dan je spieren activeert om daar zo snel mogelijk explosief uit te komen. Ja, wat je ook in de beelden ziet is dat we echt ultra pussy weights gebruiken. No offense voor de mensen voor wie dit de max is natuurlijk. Maar dat doen wij om echt even op techniek te focussen en om die hamstrings lekker te activeren. Ja, en ook je blessure, dus ik heb hem al vaker genoemd, in zijn reet blessure. Nou, niet in mijn reet, maar... Ja, gewoon op een plekje op je ass, zeg maar, waar bepaalde spieren aanhechten, pacers, whatever. Ja. Een beetje geïrriteerd. Ja. goed, dus daarom inderdaad. Maar squat is niet de belangrijkste oefening om je hamstrings sterk te maken. Ja, niet voor het overloaden, ook waarschijnlijk niet voor de mind-muscle, hè. We moeten het noemen. Het klinkt een beetje bro, maar het is natuurlijk wel zo. Ja. Is niet de squat de beste oefening. Nee. Voor de meeste mensen, laten we het zeggen. Nu zijn wij onze hamstring training niet per se begonnen met squat, maar met de volgende oefening, namelijk de trap bar deadlift. Voor sommigen is het de hex bar deadlift. Ja. Waar is dat dan goed voor de hamstrings? Nou ja, een deadlift is eigenlijk beide, dus zowel knie als heup. Later zie je ook de Roemenië, dan is het alleen heup. Maar we gebruiken dus die oefening om volledige functie van de hamstring te trainen, dus zowel knieën als heupen. Ja, en nu schakelen we over naar de Romanian deadlift, want daar zit nog wel een verschil tussen. Ja, bij Romanian probeer je eigenlijk gewoon alleen je kom naar achter te gooien. Je ziet het ook in de oefening, je gooit je kom naar achter. Je zakt ze totdat je echt spanning voelt op je hamstring en dan gooi je heupen ervoor. En dat is eigenlijk alleen maar heupbeweging. Ja, dus mocht je iemand in de gym zien die een Romanian deadlift doet, dan moet je niet denken, oh hij doet de deadlift verkeerd of niet compleet. Dan is het waarschijnlijk een Romanian deadlift. Ja, hoop ik. Dat hopen we allemaal. Ja. Ja, is dit dan de beste oefening voor hamstrings? Nou ja, het is wel een oefening die ik zelf heel fijn vind. Ik doe namelijk ook geen volledige deadlift vaak. Hexbar lukt dan nog wel, of trapbar. Maar gewoon de deadlift voelt gewoon niet zo lekker. En met Roemenië kan ik echt focussen op mijn hamstring. Wat ik zei, mind muscle connection. En dan gewoon vanuit de heupen progressive overload. Want dat heb je nodig, hè, bij elke spiergroep. Ja, en progressive overload is even in één zin. Dat je sterker wordt. Elke week je gewicht opbouwt. Ja. Of in ieder geval totaal gewicht, wat je verzet in de training. Ja. Oké, gaan we door naar de volgende. En dat is? De glute hamstring volgens mij. Dat gekke ding deed. Ja. Glute hamstring. Je hebt hem misschien wel in de video bij Ironhouse gezien met Sushi Gains. Dat is een oefening die er eigenlijk altijd pittig uitziet. Ja, hij is ook echt super zwaar. Ja, want we hebben hem nu ook als derde, vierde oefening gedaan. Dan is het helemaal geen pretje meer. Nee, maar dat is een... Dat is eentje waar je even op moet letten met techniek, hè? Want als je voor de eerste keer doet, dan denk je, oh, ik val voorover en jij duwt jezelf dan op een gegeven moment wel een beetje omhoog. Ja, hoe zit dat precies? Ja, de eerste rep deed ik helemaal zelf, die kan wel, maar daarna was het al gelijk klaar. Maar je zorgt er gewoon voor dat je je lichaam voorover laat zakken
En dan, je ziet ook dat mijn lichaam een soort van zo loopt. Dus het is niet helemaal gestrekt. Nee. Dus je gaat niet vanuit je onderrug duwen, maar je laat je lichaam voorover vallen. En je houdt zo lang mogelijk tegen totdat je voelt dat je op het doodpunt bent. Dan laat je jezelf vallen, duw je jezelf een klein stukje van de grond af. Echt een heel klein stukje en dan duw je de rest weer met je hamstring. Ja. En dan trek je jezelf dus vanuit je knieën naar achter. Dus het is echt eigenlijk een soort hamstring isolatie. Ja, het is een soort van leg curl, alleen dan met je lichaamsgewicht trek je jezelf zeg maar weer naar het beginpunt. Ja, mocht je nou super advanced worden in deze oefening, kan je altijd nog gewicht gebruiken, toch? Ja, kan je gewicht vasthouden of één been. Ja. Als je met één been kunt, alsjeblieft stuur een DM naar Fitboys, ik wil het zien. Oké, ik zie mezelf dat in de komende 2 jaar nog niet doen. Nee, ik ook niet. Oké. Het is echt is er iemand die van? Ik weet niet, vast wel. Oké, dan gaan we checken. Goed, de volgende oefening. Dit is eigenlijk de oefening die ik altijd doe en misschien wel jouw go-to oefening. Namelijk de leg curl. Ja, niet te verwarren met de leg extension. Bij de leg curl duw je eigenlijk je benen omlaag in plaats van dat je ze omhoog duwt. Ja. Dit is ultra isolatie hamstring, toch? Ja, gewoon knie. Vanuit je knie. Ja. Hamstring aanspannen. Langzaam terug. Ik probeer dat in ieder geval wel altijd te doen. Vind ik fijn met hamstring in ieder geval. En dan weer knijpen. Ja. En hoge herhalingen. Ja, ik vind het zelf vaak lekker om een beetje tegen de 12 herhalingen aan te zitten. Hoeft natuurlijk niet per se, maar dan voel ik hem lekker branden tussen de 10 en de 12 herhalingen. Ja. Is natuurlijk wel lekker, hè? Daar kom je ook een beetje voor langs. Ja, een beetje pomp. Ja. Dit zijn eigenlijk... We blijven toch broos, hè? We doen wel benen, maar we blijven toch broos. Ja. Zeker. Amen. Dit zijn eigenlijk even de belangrijkste oefeningen voor hamstrings, waarmee je helemaal los kan gaan. Ongeveer 1,5 uur, denk ik. Ja, we hebben best wel een lange training weer achter de rug. Even kijken. We kunnen precies zien, hè? Workout tracks. Nu ga je hem weer opnieuw aanzetten. Oh, het begint bijna weer een nieuwe training. Ja, dit zijn dus best de oefeningen voor hamstrings. Ja, key takeaways. 2 functies van je hamstring. Knie, heup. Train ze allebei. En zorg voor progressive overload. Nog één laatste vraag. Dat weet jij natuurlijk als anatomisch... Genie? Genie? Nee. Ja, ze heeft de hamstring ook nog meerdere kanten die je moet targeten. Ja, nou ja, niet echt. Niet heel erg. Volgens mij. Het is gewoon een grote bonk hier. Ja, het zijn er wel volgens mij lopen ze in 4 delen, maar zo moeten we even heel shredded worden. Zo shredded. Rotate the stage, maak een foto van ons. Volgende week weer rotate the stage. Maar dan zie je nog niet de hamstrings. Nee. Goed, drop even in de comments als je het goede video vond, wat je favoriete hamstring oefening is. Doe een blauw duimpje omhoog, probeer hem aan te tikken met je hamstring. Goed, bedankt voor het kijken en ik zeg Fitboys out. Fitboy, out.